Groningen. Ik heb wel een vermoeden. Ik zie Wouter nog niet. Daar, sorry. Ik zat heel hard naar voren te zoeken. Zal ik hem gewoon gelijk aan jou geven? Of, Dat is goed, dankjewel. Goedemiddag, mijn naam is Wouter van Bolhuis. Ik werk bij de gemeente Groningen. Ik vertel even kort wat over de ambitie van de gemeente Groningen en wat we met zon hebben. Want het is natuurlijk niet toevallig dat de zonnepotenrace in Groningen is, want de ambitie ligt hoog. CO2-neutraal 2035. Met een zeer ambitieus college en een collegeprogramma op het gebied van energie. En dat zal alleen maar meer worden de komende jaren. Onder andere het klimaatakkoord, wat op dit moment live wordt gepresenteerd in Den Haag. Het zal veel gevolgen hebben achter het voordeel. Maar even naar zon. Ik heb een paar plaatjes. Dit is een plaatje links, dat vinden we allemaal. Het gaat niet goed, we doen het niet goed. En we hebben ook uitgerekend in Groningen wat er moet gebeuren. Nou, voor Groningen is dat 11 petajoule. Wat we jaarlijks aan stroom verbruiken en moeten opwekken. Nou, laat maar zien, wat is dat dan? Wat is 11 petajoule? We hebben het uitgerekend, het is het verbruik van de gemeente Groningen. Dat betekent dat wij eigenlijk 300 grote windmolens moeten neerzetten. Of, heel veel mensen zeggen, doe maar die mooie kleine windmolentjes, dat zijn de 100.000. Als je die allemaal neerzet in Groningen, heb je natuurlijk wel een nieuwe toeristische attractie erbij. Hè? Dat zou wel geweldig zijn natuurlijk, als je die allemaal bij elkaar neerzet. Maar de boodschap hiervan is, we verbruiken ongelooflijk veel energie en veel elektriciteit. En als je dat goed gaat doen, weet je dat dus niet alleen met wind. Dan heb je veel meer nodig, ook heel veel zon en heel veel warmte en andere dingen. En er ligt natuurlijk al heel veel. Hè? Dat zijn vooral, en dat is natuurlijk een belangrijke, niet alleen de zonnerijders in parken, maar vooral ook thuis. Dat gebeurt natuurlijk heel goed. Als het goed is, is het volgende plaatje, laat ook zien. Kijk, hierna komt nog een plaatje van zo. Maar dit is eigenlijk onze ambitie. Ja, we hebben bepaald in de routekaart, gemeente Groningen, wat we nodig hebben. We moeten ongelooflijk veel opwekken. En dat doen we in eerste instantie door te besparen. 40% energie besparen is realistisch en daar lopen we heel hard achteraan. Met woningcorporaties, particulieren, het energieloket, Groningen woont slim. Vervolgens zeggen we zonnepanelen op elk geschikt dak. Nou, dat kunnen wij zeggen, maar iedereen moet zelf investeren. Nou, en als je dat doet, is dat heel verstandig, want een zonnepaneel heb je in zo'n 6, 7, 8 jaar terugverdiend. Helemaal nu de salderingsregeling nog even in stand blijft. Dus dat moet je vooral doen. Of je kunt ze kopen bij Groningen Power, want die hebben natuurlijk ook nog een heel mooi project in 4 gemaakt waar je hier ook op kunt inschrijven als je geen ruimte hebt voor zonnepanelen. Nou, bij de gemeente Groningen zullen we ook, als het aan ons ligt, 12 grote windmolens links en rechts van de stad inzetten. Dat zijn wel geen kleine, dat zijn grote. Dat is op Westpoort,